Mensen van GameTime, ik ben Daan en welkom bij deze nieuwe video. We gaan vandaag leren hoe je een map in Minecraft moet downloaden. Welkom bij deze video dus. Ik ben Daan en vandaag deze map gaan we downloaden. Hoe jij dat doet en hoe we dat doen, dat gaan we nu laten zien. Dus, hier gaan we. Eerst ga je naar een site, bijvoorbeeld minecraftmaps.com. Link komt in de beschrijving en hier staat die ook natuurlijk. Dan zie je hier download map. Hier kun je alle informatie vinden over de map. Deze reclame, daar moet je nooit op klikken. Er zijn allemaal bullshit en zo. Dus we gaan download map. Dan krijg je Adfly. Hier komt dan reclame. Blijf daar gewoon vanaf, want dat wil je niet aanraken. Het volgende wat je doet is hier rechtsboven zie jij skip ad. Dat kan wat een paar tellen duren. Dan kom je waarschijnlijk op zo'n site als dit heel veel reclame nog steeds afblijven. Je klikt alleen op deze groene knop. Dan klik je op download. Dan krijg jij een Mediafire. Je moet natuurlijk WinRAR op je computer hebben. Link hoe je dat downloadt komt ook in de beschrijving. Dan gaan wij zo. Dit schuif jij hier op jouw bureaublad. En dan kan je dit het internet kun je gewoon wegklikken. Dan ga jij hier naar... zoeken, als dat kan, gaat dat toe. Dat kan natuurlijk ook zo. Dan hoeven we alleen even zo te doen. Dan kunnen we hier naar zoeken. En dan gaan we naar procent, app data, procent. Daar ga je heen. Dan krijg je dit bij Windows 8 is dit. Dit kan ook bij Windows 7. Als je dit bij Windows 7 doet... Dan klik je hier op start. Dat is bij Windows 7 iets anders. Dan komt hier en dan kun je hier zoeken. En dan moet je gewoon precies hetzelfde intypen. Dan krijg jij dit voor je. Dan zie je hier allemaal dingen. Maar het bovenste is punt Minecraft. Die dubbel klik je. Dan ga je naar saves. En dan zie jij hier al twee mappen staan die ik speel. Daar moet je niet op letten. Oké. Dan klik je dat even op het minnetje, zodat het die daar komt te staan. Dan open je deze. Dan zie jij hier heel veel dingen en zo. Enzovoort. Het is heel simpel. Het is gewoon... dat was het verkeerde knopje. Ik moet even terug. Je ziet hier allemaal dingen. Het is allemaal mooi. We gaan heel simpel. Je gaat hier uitpakken. Als het goed is, krijg ik dan één mapje. Nee, dan krijg ik alle mapjes. Dat moest niet. Even kijken. Bestand uitpakken. Ja joh, ik vind het best. Deze moest ik hebben. Je klikt dus op rechtermuisknop bestand uitpakken. Dan zie je hier die. Dan ga je weer hierheen. Dan pak je dat ene mapje. Die. Dan klik je dit weg. Deze mapjes, als je dat per ongeluk net hebt gedaan. Dan... verwijder je die door middel van dit. Dan gaan we naar Minecraft. Hier zo. Dan gaan we naar singleplayer. En dan zie je hier Cube Survival. Dan gaan we naar die world. Deze hebben we net gedownload. Oh, het kan een beetje lijken. Nou ja, dan is dit het map en zo. Dan moet je dingen doen. Spuren. Shit, dat is gewoon grappig. En dat is aardig leuk. Dus deze map heb je nu gedownload. En... ik zou zeggen, veel plezier ermee en download ook zeker andere maps van mensen, want dat is super awesome. Wil je meer weten? Zet een reactie onder wat jij graag wil weten, wat jij toevallig niet weet van dingen. Bijvoorbeeld, hoe download je WinRAR? Hoe doe je dit? Hoe neem ik mijn spul op? En zo, en zo, en zo voort. Dus ik zou zeggen, geniet ervan. Kijk ook zeker mijn andere video's. En wil jij meer previews zien, geef dan zeker even een like en een reactie. En abonneer natuurlijk. Dan zie ik jullie later bij de volgende video. Bye bye.